beetje liefje alsjeblieft. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens even hier. Ja, goed zo. Je krijgt zo je melkie klelkie. Ja, maar vandaag is het zaterdag en vandaag gaan we... Ja, weet ik eigenlijk nog steeds niet wat... Weet ik weer niet wat we gaan doen. Gaan niksen. Gaan we niksen? Ja. Ja, maar niksen betekent... Wat betekent niksen? Gewoon een hoop eten. Hoop eten. Oké, we gaan blijkbaar een hoop eten. Wat ga je eten dan? Oh, update over het huis. We hebben nog steeds geen update. Nou, de update is dat er geen update is. De update is dat er geen update is. Update over de auto doe ik daar in de auto. Want waarschijnlijk gaan we vandaag nog wel rijden. Heb je een update over de auto? Ja, hoe het gaat. Hij is groter geworden. Ja, het is ineens een limousine geworden. Freek, kom eens hier. Maar goed, we liggen even in bed YouTube te kijken. Ja. Kunnen we even naar iets leuks rijden om te wandelen? Toch? Rijden? Ja, rijden. In een wagentje? Ja, kan ook. Maar ja, waar wil je heen rijden om dan op niet gelijk zo'n moeilijk gezicht trekken. Ja, maar ik heb een moeilijk gezicht. De possibilities zijn eindeloos. Oké. Okay. Nou, eerst nog even deze video afkijken en daarna ga ik drinken voor je maken. Drink? Klinkt zo gek. Ja, het is toch drinken, hè? Nee, het is mijn ochtendverslaving maken. Ochtendverslaving. Dat is wel waar, het is echt ochtend. Jeetje, die Freek, joh. Freekie, kom eens hier. Kom maar, lieverd. Kom maar hier. Hey, baby. Yeah. Ja, kom maar. Blijkbaar betaal ik nog iets voor mijn oude website. Koppeling van Moneybird. Elk jaar is dat toch weer 28 euro. Dat is zo vervelend. Hè? Je hebt soms echt niet door waar je eigenlijk nog geld aan uitgeeft. Ja, dat is irritant. Ik kan niet vanzelf checken. Ik wil gewoon dat alles automatisch eindigt op het moment dat ik het niet meer gebruik. Dat zou wel lekker zijn. Weet je dat het dus al bijna 6 jaar geleden is dat we die documentaire toen over mijn angst online zetten? 6 jaar! Ja. Volgens mij was het ook in maart. Ik kan me herinneren. Oh, wacht, nee, het was april. Ik dacht dat het in maart was. Nou ja, na mijn verjaardag. Ook leuk. 24 april hebben we hem blijkbaar online gezet. Nou ja, goed, dan is het bijna al 6 jaar. Hey, hallo! Hè? Tegen jou? Ik zat gisteren die beelden te editen van die docu. Toen dacht ik zo, is wel echt een verschil met nu. Ja. Toen kon ik me echt niet... Nu kan ik echt veel makkelijker, sneller loslaten dan toen. Toen zat ik er echt dagen in. Ik heb wel zin in een stroopwafel. Heerlijk weertje. Zeg, fantastisch. Nou, wat ik even wilde delen met jullie is dat we weer bezig zijn met nieuwe overprikkeld lijn. En ik ga jullie in deze video even een klein teasertje laten zien. Omdat die hopelijk binnen nu een maand online staat. We zijn deze keer beter voorbereid. Dus, ja, we zijn steeds beter aan het voorbereiden. Want elke keer is het zo van, ah ja, nu moet het echt af en zo. En nu zijn we echt aan het voorbereiden. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden van het design wat ik nu in beeld laat zien. Laat het vooral weten. Eindelijk. Ik weet zelf nog niet welke ik ga laten zien, maar... Ik vind er geen reet aan. Ik vind er geen kut aan. Maar goed, we gaan nu even richting de markt. Gaan we even wat dingetjes halen in het dorp. En dan daarna misschien even een wandeling doen, want het is wel echt heel erg mooi weer. We kunnen ook vandaag... Nee, het strand is misschien wel te koud. Het is toch kouder als dat ik dacht trouwens. Door de wind. Ja. Als er geen wind was geweest, was het echt gewoon een knijterhete zomerdag, toch? Lekker als snowbath trouwens. Hij is lekker knapperig. Ik geef hem 5 donuts. Ja? Ja. Nou, dat is wel goed, hè? Dat is echt wel lekker. Wel lekker dat zo die bloemen al beginnen uit te komen. Ja, dat is gelijk al verlichting in je hoofd, hè? Ja. Je denkt van, oh, we gaan echt weer naar de goede tijden. Het was een lange, barre winter. Ja, veel eigenlijk. Nou, hij viel eigenlijk hartstikke mee, hè? Ja. Maar ik vind het toch altijd wel apart dat er mensen zijn die dit echt kiezen over de zomer en de lente. Ja, ik ook. Ik snap dat ook dus echt niet. Nou, je hebt dan minder last van kou, denk ik, of zo. Zou kunnen. Ik heb echt last van kou. Ja, ik raak daar echt chagrijnig van. Oh, ik dacht dat je zei overprikkeld. Nee. Hé, hey, maar je wilde wandelen, toch? Wat? Wandelen? Ja, ja. Maar wil je dan dat we ergens heen rijden of wil je van hier gewoon ergens heen wandelen? Kan. Ja, ik snap dat beide kan, maar wat heb je liever? Alles kan. Koffie kan, thee kan.
Nee, ik weet het niet, schatje. Het is natuurlijk al zaterdag waar we rekening mee moeten houden. Wij doen dus nu die weekboodschappen, hè? En ik zie in de koelkast dat we dat toch nog iets te ruim plannen. Dat we te veel hebben. Nou ja, van de bijvoorbeeld van de kwark hebben we nog een hele pot. Nou, eigenlijk nog net geen anderhalf pot. Ja, dan moeten we minder halen. Nou ja, het is niet erg, want het is wel lang geldig. Maar het is meer dat ik denk van, dan hebben we het in principe wel wat ruimer ingeschat. Dat is alleen maar financieel verdediger. Sowieso. Ah, zo zin om hummus te maken. Hummus. Oké, okay. Vrieten. Nou, gaan we eens een kwartiertje op de navigatie rijden. Dit is de eerste keer dat ik dat doe, hè? Dat is niet waar, hè? Jawel. Dat heb je al gedaan naar Snoes en Uzo-beurs. Nee. Toen ging je een stukje op de navi. Nee, dat is niet waar. Dat is waar. Nee. Maar toen zag ik je kilometerstand staan. Je moet niet liegen. Hij liegt. Ik wil nog even op iets terugkomen. Ja. Want mensen zeggen van ja, je ziet er zo relaxed uit. Je bent er al vanaf van rijangst. En ja, dat zijn ze dan. In de vorige video, omdat ik er zo relaxed uitzag in de auto. Nee. Maar je ziet er niet relaxed. Je ziet er relaxed uit, maar van binnen ben je niet relaxed. Nou, kijk, op zich gaat het wel echt een stuk beter. Maar dat betekent niet dat ik gelijk helemaal vanaf ben. Maar je ziet aan mensen met angst, zie je toch helemaal niet hoe het gewoon echt erg gaat. Dus het lijkt nu dat ik me rustig voel. Nu voel ik me trouwens ook best wel rustig hoor, op dit moment. Maar ik weet, volgende week ga ik de snelweg op moeten. Nou, dat vind ik wel echt dodelijk spannend. Maar tot nu toe gaat het wel een stuk beter. Dus dat is wel fijn. Ik moet zeggen dat ik tussen de afgelopen tijd ook heel veel alleen maar hier heb gereden. We zijn niet heel ver weg geweest. Nee, maar dat maakt het niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Maar dat is wel, daardoor, hier gaat het wel goed. Maar ik denk dat dadelijk als ik wat weer wat spannender weer aan dingen moet gaan doen, dat het wel eventjes wat energie gaat kosten. Dat is niet erg. Hoe ging je rijles? Ja, wel oké. Okay. Ja. Niet zo heel spannend, merkte ik. Nee, is het niet spannend? Ik vond het niet een hele spannende rijles. Oké. Okay. Nou, dat ik presteer wel goed wanneer ik bijna slaap. Ja? Dat kan ik minder druk maken. Merk je, hè? Heb ik ook altijd. Want we hadden de laatste dagen dus minder geslapen. En waren wel een beetje gestrest eigenlijk. Maar daardoor zijn er andere dingen die dan weer wat minder aandacht krijgen. Waardoor je dus wat relaxter in sommige dingen staat. Ja, ik heb ook soms wel eens het idee. Ja. Soms wel eens het idee. Je weet toch waar we mee moeten? Naar Stompwijk. Oh ja. Wat ik als... Weet je dat Stompwijk eigenlijk? Stompwijk, ja wel. Ja, Stompwijk. Ja, ik zit de hele tijd met mijn Stolwijk in mijn hoofd. Omdat we daar die kaas van hebben. Stolwijker. En dat ik als... Ja, misschien heeft het niks met mijn autisme te maken hoor. Maar dat ik me al de ergens druk om moet maken. Ja? Ja, dat er nooit eens, ja, op een of andere reden altijd wel ergens mijn energie en focus naartoe gaat. Dus als het ene probleem opgelost is, dat het andere weer komt. Dus. Maar dat ook wel weer geruststellend werkt. Ja, precies. Omdat je dan, als je bijvoorbeeld, nou, met rijlessen, dan deed ik even iets niet goed of wat dan ook. En toen dacht ik van, ja, er zijn veel ergere dingen, zoals dat ik niet geslapen heb. Ja, dan... Maar niet slapen voor een nachtje of twee is niet dodelijk. Een verkeerde handeling maken kan wel dodelijk zijn. Ja, maar tijdens rijlessen... Ja, dat is waar. Nee, hij gaat opletten. Hij let dus gewoon op. Het raketje let op. Wat ik zat te denken, schat. We hebben het ook wel eens vaker geopperd gekregen van mensen. Maar moeten wij niet eens een keer een stukje van het Pieterpad gaan lopen? Wat is dat? Ja, dat is dus het langste stuk wat je kan lopen. Het langste... wandelgebied, wat loopt van Groningen tot Limburg, Zuid-Limburg. Oh ja. Hebben ze dan onderweg wel restaurants? Dus niet dat je dat op één dag loopt, hè meid? Is meer, volgens mij is het iets van 300 kilometer of zo. Nee, oké, okay, maar... Een stukje. Ik zeg ook niet dat we het hele ding moeten lopen. Maar wat als je het wel helemaal loopt? Kan je dat dan doen met een tentje op je rug? Ja, ja, dat kan. Ja, dat mag wel daar. Ja, dat doen mensen. Oké. Okay. Ja, ik zou het nooit doen hoor. Nee, ik ook niet, maar... Dat kan, maar is dat een idee? Ja hoor. Wij zijn wel twee verwend wandelaars namelijk. Nou, maar ik wil wel wandelen met een soort van doel eraan. Ja, een borrelplank waarschijnlijk. Ja, in ieder geval iets. Iets met vreten te maken. Iets met een... Want wat is dan nu het doel? Nee, maar kijk... Weet nee, je, nee. Antwoorden. Oh, waar wil je... Ze hebben daar echt een slagroom, hè, bij die tent waar ik ooit gewerkt heb. Ja, Guilaine, ook vertel dat eens. Long, long time ago werkte ik bij de Hoogvliet. En dat was dan via het UWV. En op een gegeven moment kreeg ik dus onder oren dat ze me vast contract wilden aanbieden. Toen schrok ik me dood. Want toen dacht je van, kut, kom hier nooit meer weg. Ik denk ja, want dan... Het UWV gaat het nooit goedkeuren dat ik een vast contract zou willen opzeggen of wat dan ook. Dus
Toen dacht ik, ik moet wat anders vinden. En, en dat, toen ben en ik dat als werd een gek, de horeca. En ik had een gek gaan zoeken. En toen kwam ik dit tegen. Ergens een horeca tent. Ja, het is best wel afgelegen. Ja? Ja, het ligt wel echt in de natuur, zeg maar. Aan die grote plas ook nog. Dus ik daarheen. En een verhaal gedaan. En die vrouw, ja, die vond het volgens mij helemaal vertederend. Oh. Dat ik het wilde proberen. Ze wilde me wel gaan begeleiden. En ja, na 3 dagen trok ik het eigenlijk niet meer. Toen is ze na 3 dagen weggegaan. Nee, ja. En toch? Wel, dat was wel. En ik had haar zo teleurgesteld, die vrouw. Oh, ja, ze was helemaal zo van, en mijn UWV-begeleider die vond het wel de perfecte gelegenheid om te vragen of ze misschien iemand anders wilde van de WAJO. Maar ze was zo teleurgesteld, ze wilde er niks meer mee te maken hebben. Je moet wel echt een horeca-tijger zijn. Tijgertje zijn. Inderdaad in flyeren. Ja, dus... Flyeren? Maar ik vind altijd zo, je moet eigenlijk dingen geprobeerd hebben, wil je er zeker van zijn dat het niks voor je is. Dat is waar. Tenzij dus je al van heel veel dingen weet van, daar ga ik nooit gelukkig van worden. Maar hier had ik zoiets van, nou, misschien dat het me wel zou kunnen aanstaan. Nou, dan wilde ik het wel proberen. En uiteindelijk, omdat ik dus bij de hoofdfiets gestopt was en dit geprobeerd had, kwam er iets anders op mijn pad. Bij een reclamebureau gaan vormgeven. Dus het heeft allemaal zo moeten zijn. En daar waar Guylaine het over heeft de afgelopen 4 minuten, daar gaan wij nu wat drinken dadelijk. En jij vraagt aan mij, durf je dat wel? En ik vond het goed. Maar ik ga er echt wel van uit dat iemand na 3 dagen niet meer weet hoe ik eruit zie. Nou ja, misschien heeft ze een foto van je gemaakt, omdat ze dacht van als ik die ooit nog tegenkom. Ja, je moest daar dus ook mee eten. Ja, dat doen ze in de horeca vaak toch? Ja, zo vaak, ja. Bij mee eten, ja, ik was een moeilijke eter. Dus alleen dat stond me al echt niet aan. Ik dacht van, en dan durfde ik ook geen nee te zeggen. Dat ik 22 was, dus denk zoiets. Okay, okay. En nu ben ik 31. Bijna 32, toch? Het is wel een verschil, hè? Wat je dan allemaal ondertussen wel durft. Ja? En weet over jezelf. Ja, dus als je nu denkt van het wordt niet beter in je 20, in je 30 wordt het misschien wel beter. Altijd hoop blijven houden. Al die angsten zullen uiteindelijk... Nog steeds blijven, alleen blijven je leert wel omgaan. Veel minder... Ja. Ja. Hoe zitten we aan cheesecake? Hij is heerlijk. Hij is echt lekker, die slagroom. Hij is fantastisch. Wow. Die slagroom is echt heel goed. En de serveerster keek onze video's. Toen zei ik tegen je, wat is de kans? Ja. Maar gisteren gebeurde het ook. Niet door de serveerster, maar wel iemand die ons tegenkwam, toch? Ja. Het is altijd wel leuk als mensen ons aanspreken. Zeker. Het lijkt inderdaad op karamel. De kleur lijkt ook een beetje op koffie of zo. Ja. Meer op mokka. Mokka? Vind ik niet lekker mokka. Ik ook niet. Mijn ma was helemaal mokka fan. Ja? Ja. Ja, er is altijd als ik over mijn ma heb, dan denk ik altijd... Ja, ze is dood. Rek is dat, hè? Ja, maar... Lijkt me niet, is het nogal ingrijpend geweest, ja, maar je kan ook denken van, dat is een lieve vrouw of weet ik veel wat. Maar het eerste wat in me opkomt, ze is er niet meer. Ja, dat snap ik wel. Ik heb nog nooit het meegemaakt, hè, dat iemand heel dierbaar bij mij het leven verliet. Ik denk pas als je dat meemaakt, dat je dat ook echt begrijpt bij een ander hoe dat dan zit. Ja, dat is bij iedereen anders. Ik dacht vroeger altijd van, dan kan ik niet meer leven als een van mijn ouders er niet meer is. Ja, dat dacht ik vroeger. Wat bleek, leeft nog steeds. Ja, mensen zijn ervoor gemaakt, hè, van verlies. Ja. Omgaan met moeilijke situaties. Kan, ja, maar toch niet iedereen kan het, hoor. Niet iedereen, maar over het algemeen, anders zouden we allemaal niet door kunnen leven als er dit soort dingen gebeuren. Er worden sowieso stoffen in je hersenen en zo aangemaakt, dat weet ik 100% zeker. Anders kan je helemaal niet leven, joh. Hij is echt lekker, maar hij is wel heel heftig vullend. Ik ben blij dat we hem delen. Als je je afvraagt, zo, wat gaan ze van de hak op de tak in gesprekken, dat doen we altijd. Ik zou hem een goede, zou hem een goede 5 donuts geven. Nou, ik ook. Het is echt een van de betere cheesecakes. Ja? Maar het was wel gezellig. Het is nog steeds we hebben over gezellig. Allerlei onderwerpen gehad, hè? Ja. Zoals jouw angst voor zeemeeuwen. Jouw angst voor sprinkhanen in tonnen. Dat vind ik nou echt niks, kanoën. Nee. Ja, nou, ik moet zeggen, met school hebben we ooit door, met de middelbare school heb ik ooit door de Ardennen gekanoed. Wauw. Tussen bergen en ja, zo. Ja, dan heb je, dat het, dan gaaf, heb je het ook mooi over iets. Ja, dat was wel gaaf. Ik kon er geen reet van, maar Simone die kon er wel wat van, dus die zat achter me. Had zij veel kracht in de armen misschien of zo? Ja. Dat moet je echt hebben. Dat was 2 keer zo lang als ik, dus. Ja.
Was het echt 2 keer zo lang? Nee, maar ze was wel 1,5 kop groter dan ik, denk ik. Hoe lang was jij toen op de middelbare? Ja, ik denk 1,58 of zo. Ja, ik was dus 1,46. Ja, maar dit was wel het laatste jaar, hè? Oh. Want het was het kamp. En ik denk dat zij al 1,95 was. Nee, ik weet niet waar. Sorry, ze kijkt de video's. Hè? Ja. Oh. Laatste restjes nog even eruit, schat. Ja, dit kan ik dus ook niet tegen. Dat je dit dan laat... Alsjeblieft, zeg. Lik het dan. Zuig eraan. Nou, ik zou het bijna doen, hè. We zijn alweer thuis. Maar we willen niet naar binnen. We blijven nog even in de auto zitten. Vinden we wel lekker. Nou, ik moet zeggen, ik waardeer het wel. Auto? Ja. Ja? Ik heb nooit zin om eruit te stappen. Nee, dus ook niet. Ik denk, lekker thuis. Nee, ik denk altijd van, ach. Kunnen we nog even heen, ergens heen rijden? Kunnen we nog even rijden? Ja, maar waar zou je heen willen rijden dan? Nee, ja, ik vind het weer om te rijden. Ik word altijd zo lekker ontspannen van. Ja, ik nog niet. Nee, jij niet, want jij doet het. Maar... Ja. Nou, op zich net wel. Want ik dacht net wel van bij die 60 weg, nou, dat mensen daar 40 gingen rijden, vond ik wel een beetje overdreven. Zelfs ik vond dat overdreven. Dus het begint al een beetje te komen. Ik word ook zo'n irritante rijder. Zoals jullie weten hou ik van eten maken. Het is tijd om eten te gaan maken. Wat ik ga maken is een soort van tapasachtig. Ik ga een saladetje maken. Ik doe wat aardappeltjes in de airfryer. Ik doe hummus maken. Ik doe tzatziki maken. En gehaktballetjes in rode saus. Een tijdje geleden dat we dat hebben gegeten. Normaal maak ik er ook nog pita broodjes bij. Maar dat doe ik nu niet, want we hebben onze favoriete brood weer. Dus die doen er ook bij. Nogal uitgebreid. Maar wel heerlijk. Ik ga even uitleggen wat alles is. Dit is zuurdesembrood. Dit is een Griekse salade tussen aanstekens. Dit is een soort gehaktballetjes in rode saus. Dit is tzatziki en hummus. Jouw favorietje, toch? Mm-hmm. Hummus is heel lekker, want weet je wat ik dus met de hummus heb gedaan? Nou? Feta erin. Ik ben benieuwd. Ja, maar het is gewoon geweldig. Fantastic. Het zijn allemaal dingen die ooit in mijn kookboek gaan komen. Die moet je er echt in zetten, die is echt goed. Dus vraag niet om recepten. Want dan heeft hij niks meer voor in zijn boek. Precies. Ja, ben je er weer blij mee? Moet ik even een gehaktballetje proberen? Ga ik doen, ja. Ik heb andere kruiden bij gebruikt. Oh, daar, hè? Ja, dit zijn echt dingen... Hemel het allemaal op, maar ik vind het echt heel lekker. Ja? En ik ben geen makkelijke eter, hè? Dat heb ik al tegen je gezegd. Nee, ik ben helemaal gemakkelijk. Bijna alles wat jij maakt vind ik heerlijk. Bijna, hè? Want er zijn wel eens voorvallen geweest dat je dacht... Oh, maar dan ben ik meestal negatiever dan dat jij het bent. Ik weet dan niet wanneer het... Jij hebt wel een paar keer hebben gehad dat we dachten... Nou, zullen we ervan gaan genieten, meid? Mm-hmm. Dan kunnen we ons helemaal als beest uitleven. Hoe doe ik dit? Ik had... Oh, dat zag ik niet. Oké, het is het einde van de dag. We hebben nog even Louis Theroux zitten kijken. Altijd leuk. Ik had die DVD-box nog. Jullie hadden het nog nooit gezien. Mocht je nou denken van... Dit soort vlogs vind ik wel leuk om te kijken. Gewoon niks aan de hand vlogs. Klik dan hier, er is er nog eentje voor je. Tot de volgende.